Het kabinet komt met ingrijpende maatregelen om verdere verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. Sportclubs, voorstellingen en plekken met veel mensen, allemaal uit den boze. En verder in het nieuws vandaag, ook de beurzen krijgen harde klappen, aangeslingerd door een Amerikaans inreisverbod voor Europa. Goedenavond. Vanaf vandaag krijgt echt iedereen ermee te maken. Nederland neemt ongekende en ingrijpende maatregelen in de strijd tegen verspreiding van het coronavirus. Daarom ook een extra lang NOS 8 uur journaal waarin we u bijpraten over de nieuwe regels en wat die voor u kunnen betekenen. Grote evenementen worden geschrapt, sportclubs gaan dicht, mensen moeten zoveel mogelijk thuis werken. Het kabinet kwam vanmiddag met dat nieuwe pakket aan maatregelen. Wat eerst alleen voor Noord-Brabant gold, geldt nu voor het hele land. En daar blijft het niet bij. En wat zijn dan de maatregelen? Bij klachten zoals hoesten, verkoudheid, keelpijn, al dan niet met koorts, thuis blijven. Evenementen met meer dan 100 mensen worden verboden. En dan hebben ze het bijvoorbeeld over concerten, sportwedstrijden, sportscholen, maar ook theaters en musea. Werk zoveel mogelijk thuis en beperk het bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen. We lopen ze straks allemaal even langs, maar we gaan eerst naar Ron Vreese in Den Haag. Ja, iedereen gaat dit merken. Waarom gaat het kabinet deze nieuwe fase in? Kunnen we nog niet zeggen het land gaat op slot, want scholen bijvoorbeeld blijven open. De maatregel waar we waarschijnlijk allemaal direct mee te maken krijgen is het schrappen van alle evenementen in Nederland met meer dan 100 mensen. Dat betekent niet alleen dat sportwedstrijden en toernooien worden afgelast, ook theatervoorstellingen en concerten. We gaan naar Gerry Eickhoff op het Museumplein in Amsterdam. Je hebt daar met verschillende mensen gesproken. Hoe zijn de reacties? Ja, Gerry, de schade voor de culturele sector moet natuurlijk enorm zijn. Gaat iedereen er zo makkelijk mee om? De maatregelen van het kabinet lijken zich dus vooral te richten op het beperken van verdere verspreiding van het virus. En dan met name waar het gaat om ouderen en kwetsbare mensen. Nou, wat opvalt bij de nieuwe regels, we hoorden het net al, scholen mogen voorlopig open blijven. Het kabinet ziet nog geen aanleiding om ze te sluiten, want volgens premier Rutte vormen jongeren niet de hoogste risicogroep. En de maatschappelijke gevolgen zouden te groot zijn als ouders daardoor niet naar hun werk kunnen. En dat zijn dus alle besluiten om de verdere verspreiding van het virus in Nederland in te dammen. In België nemen ze al die maatregelen en gaan ze op sommige punten zelfs verder. Zo geven de meeste universiteiten geen college meer. En een opvallende maatregel, bezoek aan verpleeghuizen, is verboden. Nou, en dan van België nog even terug naar Ron Vreese en naar de maatregelen voor Nederland. In binnen- en buitenland klonk de afgelopen dagen het verwijt dat Nederland niet genoeg deed om die uitbraak te stoppen. Ja, grote vraag is natuurlijk, zal dit wel voldoende zijn? Dat was de impact op de volksgezondheid. Dan zijn er ook de gevolgen voor de economie. President Trump kondigde afgelopen nacht een vliegverbod aan voor een groot deel van de Europese reizigers. Het geldt voor passagiers uit de 26 landen van de Schengenzone, dus ook uit Nederland. Vanaf vrijdag middernacht mogen ze Amerika niet meer in. In de VS groeit het aantal besmettingen hard. En volgens Amerika zijn de Europese landen daar verantwoordelijk voor. En ik praat verder met correspondent Arjen van der Horst. Ja, allereerst, waarom kiest Amerika voor dit vliegverbod? President Trump geeft Europa dus de schuld. De ambassadeur hier, Hoekstra, is wat diplomatieker. Wat moeten we hiervan denken? Ja, dat vliegverbod is in ieder geval een enorme klap voor met name Schiphol en KLM. Op Schiphol gaan meer dan 200 vluchten per week naar de VS. Daarvan zijn 93 vluchten van KLM, goed voor 10% van de omzet van KLM. Schiphol staat in Europa op de vierde plek wat betreft het aantal vluchten naar Amerika. En dan zijn er natuurlijk ook nog de reizigers die een vlucht naar de VS hadden geboekt. En het leidde allemaal tot de op één na slechtste beursdag uit de geschiedenis. De Amsterdamse AEX sloot met een verlies van bijna 11%. De slechtste dag sinds 1987. Ook wereldwijd kleuren de beurzen diep rood. Op de redactie, economieverslaggever Rob Koster. We zagen natuurlijk... Het aantal mensen in Nederland van wie is vastgesteld dat ze het virus hebben, blijft toenemen. Vandaag kwamen er 111 positief geteste patiënten bij. De teller van het RIVM staat nu op 614. Een deel van hen heeft milde klachten en kan thuis in isolatie. Maar er zijn ook patiënten die moeten worden behandeld in het ziekenhuis. En dat worden er vermoedelijk ook steeds meer. We gaan naar Rotterdam, naar Henrik Willem Hofs. Ja, want hoe gaan de ziekenhuizen daarmee om? En toch ook nog een lichtpuntje. In China denken ze dat de piek nu echt voorbij is. Er komen steeds minder nieuwe patiënten bij. En dus worden noodhospitalen afgebroken en fabrieken opgestart. Ook die van medische hulpmiddelen, zoals mondkapjes.
Nog een paar berichten over het coronavirus. De NS schrapt vanaf morgen alle extra spitstreinen. Volgens bedrijf zijn ze niet nodig omdat veel mensen thuis zullen werken. Op social media doen foto's de ronde van lege schappen in supermarkten. Dat zou duiden op hamsteren. Volgens de supermarktbranche is dat niet nodig en zijn de voorraden niet in gevaar. In Italië is het aantal vastgestelde besmettingen flink gestegen. Bijna 13.000 mensen zijn positief getest. 2300 meer dan gisteren. Meer dan 1000 Italianen zijn overleden. En mogelijk wordt het EK voetbal met een jaar uitgesteld, meldt het Franse sportmagazine L'Équipe. De UEFA vergadert er volgende week over. Op nos.nl en in de app houden we een live blog bij met al het laatste nieuws over de uitbraak. Ander nieuws dan. Het aantal steekincidenten met minderjarige verdachten, zoals hier gebeurde in deze bus, is in Rotterdam en omgeving bijna verdubbeld. Dat blijkt uit cijfers die de NOS heeft opgevraagd. Rotterdam heeft als eerste stad cijfers over messengeweld onder minderjarigen op een rij. De Nederlandse versie van de Nashville-verklaring is niet strafbaar. Dat oordeelt het Openbaar Ministerie na meerdere aangiften tegen de opstellers. In de verklaring staat onder meer dat het zondig is om homoseksuelen of transgenders goed te keuren. In Limburg dreigt de rivier de Roer buiten zijn oevers te treden. Er stroomt meer water. Nog eens 1800 ouders zijn zwaar getroffen door de fouten die zijn gemaakt door de Belastingdienst rondom de kinderopvangtoeslag. Zij moesten duizenden euro's terugbetalen. Onterecht, bleek achteraf. En daarom moeten zij compensatie krijgen. Dat is de conclusie van een commissie onder leiding van oud-minister Donner. Toch is het niet wat veel ouders hadden gehoopt. En dan was het de laatste dag van het staatsbezoek aan Indonesië. Koning Willem-Alexander en koningin Maxima gingen een dag naar het eiland Sumatra en spraken hun zorgen uit over de uitbraak van het coronavirus in Nederland. We gaan naar Marco met het weer. Ja, dat zag er vandaag helemaal niet onaardig. Het belangrijkste nieuws uit dit NOS-journaal: verbod op grote evenementen, thuiswerken waar mogelijk en beperk het bezoek aan ouderen en kwetsbare mensen. Ingrijpende maatregelen van het kabinet om zo de verspreiding van het coronavirus tegen te gaan. En dan nog laatste nieuws, want zojuist hebben de universiteit en hogescholen besloten al het fysieke onderwijs te schrappen vanwege de uitbraak. Dat betekent dus hoorcolleges, tentamens en andere bijeenkomsten. Er wordt nog nagedacht over alternatieven, zoals onderwijs op afstand via een internetverbinding. In Nieuwsuur de president van de Nederlandse Bank, Klaas Knot, over de economische schade. En het Kamerdebat over de nieuwe strenge maatregelen. 9:30, NPO 2. Fijne avond.